goed en pas in de toon. Dus ik nu dat de tweede dag eraf gaat. Dat wordt opgevangen. Dan gaat daar een onderdeel van de auto verzamelen. In dit geval volgt het goed uit, zodat we geen last meer hebben. We zien dat alle tijden nu genomen wordt veilig maken van de auto. We zien de vele klappen, daar zit er magneet in. En die zien dat in de uitstekende delen van de auto, dat de slachtoffer op zichzelf kan niet aan kunnen verbinden. En met alle netjes afgedekt wordt, zodat ook de ambulance en de hoogtepunten netjes de auto niet ouder kan worden. En dat is in de kamer van de overheid. Drie slachtoffers nu al zitten. Jonge dame is redelijk op de mat, zo te zien. Hij zal straks uit de auto gehaald worden. Maar niet voordat zij ook helemaal gestabiliseerd is. En op een wervelplank zit. Een wervelplank ziet nu, daar komen we nu mee aan. Er wordt achter de persoon geplaatst tussen de stoel en de slachtoffer, zodat de rug beschermd en recht blijft. Er zal daar wat vastgesnoerd worden. Heel voorzichtig worden door de toelening achteruit te draaien. Dat is minder voor de slachtoffer. Mocht dat niet lukken, kunnen we ook nog de stoel doorknippen, zodat de rugleuning dus een geheel bereikt wordt. Als je ziet dat het met een achterdraaien van de rugleuning nu ook lukt. Slachtoffer zal nu gestabiliseerd worden door de ambulance, maar onder een nekkraag zal gepast worden. Dat zijn moeilijk ingevoerd dat er een beetje op de ambulance. En je ziet dat we nu een soort glijbaan hebben gemaakt, door middel van die wervelplank. Het slachtoffer wordt daar redelijk eenvoudig opgetrokken, zodat ze helemaal recht gaan worden. En zonder beweging van nek en nek wordt ze uit een plank gezet. Er zit een bandenset bij, zodat een slachtoffer ook helemaal vast kunnen snoeren op de plank. Je ziet dat er hoofdblokken geplaatst worden om de hoofd te stabiliseren en de nek niet te laten bewegen. Want stel dat zij haar nek gebroken heeft door de aanrijding, dan kan een beweging en een beweging dan fataal zijn voor haar.
geuren die ze meekrijgen. Of aparte geuren voor die. Meestal ook dat geuren. Niet die kutjes met de geuren. Nee, daar zitten die dingetjes in bepaalde. Ja. Ja, we krijgen gewoon nooit. Nee. Als je gewoon mensen, dan raken we bij mensen. Ja, ja. Ja. Oh ja, zo dan. Mag ik het even? Ja.